Ja, zeker. Daar heb ik eigenlijk even niet zo op gerekend. We vroegen 100 mensen: kun je ons een mop of raadsel vertellen? Een mop of raadsel? Vind ik het moeilijk? Nee, daar kan ik niet zo gauw op komen. Dit moment niet. Na 1 of 2 whiskies wel, maar nu op het moment nog niet. Hoe noem je een ijsbeer op een glijbaan? Een glijbeer. Er loopt olifant en een muis over en de brug. Dat is echt, dan stampen we lekker, want die is echt zo flauw. Er staat een man op de bus te wachten. De buschauffeur zei, hey, kom eens van die bus af. Mijn buurman, die stottert een beetje. Dus ik kom wel eens naar me toe en zo een praatje maken met hem allemaal. Maar het duurt allemaal een beetje langer. Hoe noem je junks bij McDonald's? McDonald's. Marco Borsato heeft laatst een website voor mij gebouwd. Ja, Marco Borsato. Dus ik kom op een gegeven moment kwam hij naar me toe en zegt, Leo, ik ga vandaag solliciteren. Ik zei, oh leuk. Zeg, waar ga je bij solliciteren? Hij zegt, nou, bij de PTT. Er lopen twee ratten langs de waterkant. Komt er een waterrat voorbij en zegt tegen de andere, dat is mijn neef, die zit bij de marine. Ja, hij is heel flauw. Hoe noem je een koe die geld heeft? Uit de koe, denk ik. Ja. Zo, leuk. Word je postbode of zo? Nee, zit hij bij de telefoondienst. Ik zeg, oh, telefoondienst. Zeg, nou ja, ik denk, zal wel niks worden. Dus eind van de middag kom ik weer tegen. Ik zeg, hey buurman, hoe is het geweest? Ja, er liepen 2 motten. En de ene mot zegt tegen de andere mot, pas op! Maar ja, het was al te laat. Hij was doodgetrapt. Hoe lang slaapt een giraf? Geen idee. Totdat hij uitgeslapen is. Ik ben aangenomen. Ik denk, nou, dat is wel heel bijzonder, zeg ook allemaal. Ik zeg, wat ga je dan doen met de telefoonnieuws? Hij zegt, ik ga het bandjes inspreken. Tuut, 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 tuut. Daar heb ik niet bij stilgestaan. Wow, 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 wow. Ik vergeet ze heel snel. Daar ben ik eerlijk gezegd echt heel slecht in. Ik weet het echt niet. Nee, zo grappig ben ik ook weer niet, nee. Welk dier wandelt op 4 poten op ochtend, op 2 poten in de middag en op 3 poten 's avonds? Het is rood en het vliegt door de lucht. Is allemaal bij? Jantje die ging naar de bakker en die vroeg of ze worteltjesstaart hadden. Maar dat hadden ze niet. Toen kwam die een dag later weer terug. Die vroeg die hetzelfde, hadden ze ook niet. Nou, toen dacht de bakker, ik ga nu worteltjesstaart maken. En toen had de bakker dat gedaan en toen kwam Jantje en vroeg, heb je worteltjesstaart? En zei hij ja. Zei hij, ja, dat is echt heel vies, hè? Het antwoord is de mens. Want als babytje kruip je en dan wandel je. En daarna als oude mens heb je een wandelstok. Het is groen en het huppelt door het bos. Een doppertje. Ik wou zeggen 2 tieten in een envelop, maar die is van Juri. Ik heet alleen 2 tieten in een envelop. Zo heel leuk. Ik heb een Fransman. Een Italiaan en een Nederlander. Ze staan ruzie te maken met elkaar van, ik ben Jezus. Ja, is prima, weet je. Italiaan, kom maar mee. In Italië, toren van Pisa, springt zo naar beneden. Daar staan we op, zie je, hè? Fransman, kom maar. Eiffeltoren. Zie je het nou? Komt die Nederlander, die gaat naar de hoedjes inderdaad. Die belt daar. Doet die een op. Ach Jezus, ben jij het weer? Het is oranje, het hangt in een boom en het zegt, ik ben een appelsien. Een mandarijntje met grootheidswaanzin. Er zat is 2 kikkers op een randje. Zegt de ene kikker tegen de andere kikker. Hé, moet je kijken, kijk, daar loopt een rupsje daaronder. Ken je hem op van de bloem? In het Engels is het flower. Maar je bent nu ook echt in je eentjes, het klinkt helemaal niet grappig. Maar ja, dat is mijn grap. Ik heb heel veel moppen, maar het zijn ongepaste moppen. Geen idee, ben ik zo slecht in? Nee, ik ben er helemaal niet goed in. Nee. Nee? Nee? Nee, denk het niet. Oh jee. Die moet van diep komen. Wat is groen en roze van de berg? Eskimi. Haha. Hoe noem je een Pokémon die verkouden is? Een Pikachu. Ik ging ooit eens naar Israël. En ja, het vliegtuig komt aan. En dan hebben ze zo'n trap, daar moet je aflopen. En de mensen stonden allemaal van... Shalom, shalom. En ik had het al zo warm. Wat eet een vegetarische kannibaal? Groenteboeren. Shalom. Shalom.
Oh. Twee tomaten op de straat worden zo verreden, zegt iemand. Hey, ketchup. Bam! 1 april, kikker in je mail. Hopelijk vond jij dit een leuke video. Like even hieronder en abonneer en druk even dat belletje aan, zodat je precies weet wanneer wij een video uploaden. En dan zien we jou bij de volgende video.